Ik heb nog nooit zo vaak de vraag gekregen. Waar heb je die camera van? Welke camera gebruik je? Het was jullie opgevallen dat ik een nieuwe camera heb die mij volgt. Dit is die nieuwe camera. Kijk hoe cool die eruit ziet. En hij volgt mij dus, zoals je kan zien. Deze camera is echt de meest geweldige camera die ik de afgelopen jaren gekocht heb. Maar goed, dat is natuurlijk niet alles wat ik vandaag ga bespreken. Vandaag gaan we naar kantoor, want ik heb allemaal spullen besteld. Valt wel mee met hoeveel het is. Ik dacht dat het meer was, joh. Want we gaan de webshop, als het goed is, weer zelf doen. Ik weet nog niet helemaal wanneer, maar daarvoor heb ik al een ding besteld. Zodat we heel veel opslag kunnen gaan neerzetten. Nou, dit is nu een soort van magazijn. Daarnaast is het display binnen, waar we het in de podcast over hebben gehad. Dat is iets te veel speling eigenlijk. Dat is super tof. Ik krijg een pakketje vandaag geleverd. Pakketje! We gaan vanavond patat eten, daar heb ik echt heel veel zin in. Zorg een kleine friet. Het wordt gewoon een gezellige dag en ik dacht van, ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Ik vind het zo bizar. De technologie van tegenwoordig. Dit is echt oprecht, denk ik wel, de camera die de meeste mensen zouden kunnen gebruiken. Waar ook echt best wel goede kwaliteit uitkomt. En die gewoon lekker handzaam is. Ik zal zo ook Glenn wel even iets vragen over deze camera. Want die was ook erg enthousiast. Omdat veel mensen zien ons nu niet filmen. Want het is gewoon een heel klein dingetje. Bij deze camera zit een wireless microfoon die zich aansluit op deze camera. Hij volgt je dus ook, wat super tof is. Ik heb nog allemaal andere accessories erbij gekregen. Tenminste, gekregen, gekocht. Die zitten in een pakket. En uiteindelijk is dit ding alleen voor dit betaal je €550. En met de combinatie is het volgens mij €670. Ik heb de afgelopen jaren weinig camera's voorbij zien komen waar ik zo enthousiast over werd dan deze. Nogmaals, niet gesponsord. Gewoon echt oprecht enthousiasme. Ik wilde hem een paar weken gebruiken voordat ik er iets over ging zeggen. Maar dit is echt de DJI Pocket 3. Ik zal hem ook wel linken in de beschrijving. En via dit link, mocht je het interessant vinden, kan je hem aanschaffen. Maar ik maak dus, denk ik, nog een video hierover. Nogmaals, ik weet het nog steeds niet zeker, maar ik denk het wel. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dus nooit in video's dit soort dingen behandel. Ja, ik weet het eigenlijk wel een klein beetje, omdat ik altijd het idee heb dat jullie het gewoon niet zo boeiend vinden. Maar ik dacht van ja, weet je, het is mijn eigen YouTube-kanaal. Als ik dit boeiend vind, dan ga ik het gewoon doen. Ik blijf dit zo cool vinden. Ik heb nu al 3 weken in huis en ik blijf dit gewoon leuk vinden om te doen. Ach ja. Hey, had je gelezen? Nee? Oh ja, leuk. Hij is er al. Ik ben benieuwd. Is dat niet vroeg? Heel snel. We hebben dus de displays van ons spel binnen. Ah, dat vind ik zo cool. Ik heb er echt zin in. Wij verkopen dus onze producten via bol.com. En nou had ik in de week van Black Friday, waar ik een leuke deal wilde doen, kon ik niks verkopen, wat irritant was. Maar nu is het ook zo dat ik heb bepaalde servicevoorwaarden niet gehaald. Daar kan ik niks aan doen. Want ik verstuur alles op tijd, maar Bol.nl heeft gewoon een paar keer het niet goed geleverd of te laat geleverd. En daardoor kan het zijn dat over 100 pakketten, als ik de komende tijd nog steeds niet hun procenten haal, wat in principe neerkomt op 100 pakketjes 7 die te laat geleverd worden, waar ik nogmaals niet zoveel aan kan doen, dan word ik van Bol.com afgegooid. Ik vind echt dat ze veel te streng daarin zijn, maar goed. Want ik kan letterlijk niks aan doen wat PostNL doet. Ik, elke keer als wij een bestelling krijgen, gaat het binnen een dag tegelijk uit. Het betekent nu wel hè, dat we dat pakket binnenkrijgen. Is dat we ook nog dat we dadelijk bedrijven moeten gaan benaderen om die dingen neer te zetten. Heb je zin in dat het IKEA pakket komt? Ja, ik vind het altijd leuk. Ik ben een van de weinigen die het niet erg vindt om IKEA dingen aan elkaar te zetten. Als het goed is, komt er een pakketje aan hè. Voor kerst. Ja, met Malteser truffels en zo. Wat vind jij eigenlijk van deze camera? Want, ja, echt heel leuk, ja. Ja, toch? Echt een leuk cameraatje. Nu zeg je het heel sarcastisch, maar nee, dat is echt zo, ja. Ik ben blij dat we, als we ergens zitten, dat het niet meer zo opvalt, hè? Nou, ik vind wel dat ik kaal lijk. Ja, ik vind het heel leuk, want ik heb nu heel vaak niet meer door dat je überhaupt aan het filmen bent. Kijk, nu wel natuurlijk. Het zou een beetje dom zijn. Pakketje! Hey. Gaan jullie zien in de food video? Ziet er wel echt. Laten we eerder, dit heb jij helemaal. Dit heeft dus Jelena helemaal zelf bedacht, hè? Nou, dat ziet er toch geweldig uit. Ja, dat is leuk. Nu moeten we nog de winkels in zien te krijgen. Ja, goede foto maken. Werkt niet helemaal. Want hij is wit van de achtergrond en tegen een witte achtergrond ziet dat er niet echt mooi uit. Maar dit ziet er ook niet echt mooi uit. Ik denk dat we hem toch beter in een winkel eigenlijk of zo zouden moeten kunnen maken. Foto. Hoezo ziet hij er niet mooi uit dan? Die ziet er echt niet mooi uit. Volgende poging voor de foto is dat we hem hier neerzetten.
Zo, volgens mij hebben we de foto's gemaakt. Heel mooi. Nice, goed gedaan. Ja, vind je het goed, ja? Ja. Nou, toch met een beetje houtje touwtje werk kom je toch aardig wat, hè? Ja. Ja. Dure camera, dure lampen. Het ziet er zo cool uit, hè? Ja. Kijk, jongens. En hier staat... Vet gezellig games. Ja, yeah. Er komen nog leuke dingen aan. Want de IKEA komt er zo aan. En onze nieuwe truien en tasje. Die gaan we zo ophalen. Dus dat is leuk. Hier zie je twee kasten. Nou, die stonden eerst in een soort van driehoekje. Ja, driehoek. Daar gaan we nu dus nog eentje aan doen. Zodat het een soort van muur wordt. Opslag hierachter. Er moeten nog wat dingetjes netjes gedaan worden. Maar deze tennenkast die je hier ziet, komt er nog eentje naast staan in het zwart. Zodat we daar dingen kwijt kunnen. Dit zijn allemaal nog spellen die we hebben. Dit zijn allemaal boeken van mijn vader. En hier komt dan de inpaktafel. Met een iPadje erop en alles erop en eraan. We hebben gisteren alles besteld en de IKEA komt het vandaag al leveren. Dus dat vind ik best wel snel. En daarna gaan we dus inderdaad die truien halen. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit zien. Truien, één trui en één tasje. Daar is die hoor. Vind je ervan? Cool. Ja? Wil je ook nog even de trui checken of wilde je dat op kantoor doen? Ik kan op kantoor doen. Ja? Zo, cool hoor. Hij is lekker zacht van binnen ook. Cool. Is heel lekker zacht van binnen. Kijk jongens, wat cool. Is dat wat? Ja, het staat wel cool. Ziet er wel cool. Is lekker deze? Ja, zit hij lekker ja? Hij is echt heel zacht, dus dat was die andere weer minder, hè? Waarom zeg je dat dan zo zachtjes? Ik dacht dat hij daar dacht... Ja, ik wilde die andere niet beledigen. Nee, je hoeft hem niet te beledigen, dat maakt niet uit. Ik vind het ook wel cool dat het hier staat, want het is net gewoon weer even al anders. Ja, dus je kan er niet omheen. Nou, dan ben jij het haasje deze winter. Ik vind het wel cool dat hij zo groot erop staat ook. Ja, het ziet er wel echt cool uit. Echt nice. Nou, blij mee. Hadden we daar nog ideeën bij voor die foto's? Gaan we ja, het gewoon... In de lens wil jij toch? Ah, ja, met die lens. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan deze collectie. Komende woensdag om 7 uur 's avonds zal deze droppen. Maar mocht je nou 2 uur eerder kans willen maken om te kopen, meld je dan aan voor de Vetgezellig Club. Link staat in de beschrijving. Doe het snel, want op dinsdag 5 december om 5 uur sturen we de mail uit met een wachtwoord. En dan gaan we nu door met het in elkaar zetten van de IKEA-kasten. Nou, de eerste kast staat er. Gaan we er nou eigenlijk in doen? Genoeg, hebben we genoeg, sorry. Zoals? Gaan we nu eerst aan de... Hè? Pax. Pax? Wil je even een toertje geven? Ja, maar het is een beetje een troepje. Nou, dit is nu een soort van magazijn. Moet het nou een beetje opruimen. Ja. We kunnen binnenkort bestellingen verwerken. En dit is de grote kastenkant, waar al troepen in gelegd gaat worden. Ja, ik denk veel kleding en dat soort dingen, denk ik. Hè? Ja. Vooral. Boven ze allemaal bakken voor meer troep. En we hebben iets gekocht om prints in te doen. Dus printjes komen terug uiteindelijk. Wat een volle dag. Ik heb echt het idee dat we echt superveel gedaan hebben. We gaan even naar de mal. We gaan even bij Manneke Pis een fritje eten. Ook wel zin in, want hebben ze lekkere burgertjes ook. Hè? Mm. Nou, het was een heel gedoe. Uiteindelijk hebben we frietje, twee burgertjes en een nieuwe saus besteld. Namelijk Amsterdamse uiensaus. Nog nooit op. Waarschijnlijk zit er gewoon Amsterdamse uien in verwerkt. Ze waren een beetje weinig personeel en de paren doen niet meer de bestelpaden. Ja. Dus het is wel lekker rustig in de mal, vind je? Heerlijk, ja. Zo, ik kreeg de laatste dagen veel vragen of we nog een budget challenge gaan doen. Kan je bij deze zeggen nee? Dan gaan we de komende... Dat is niet zo goed voor zijn mentale gezondheid. Zo, nou ik denk dat echt vorig jaar, dat, of dit jaar wel mijn... Nee, daarna voelde ik me echt, voelde ik het allemaal even niet meer, toch? Nou goed. Frit, trek. Honger. Dit is een kleine friet, jongens. Het is toch een kleine friet? Ik ben zo benieuwd naar die uiensaus. Ik ga het gelijk testen. Ik ook. Oeh, zuurig en zoet. Heel lekkere saus dit. Hij is goed gebakken ook dit keer. Lekker kipburgertje, jongens. Ook een toppertje dit.
Hij is weer goed, schat. Burgertje. We moeten echt nog een video maken in de mall waar we allemaal eten. Ik wil alle cashback producten gaan tierlisten. De cashback producten tierlisten? Alles? Ja. Ja, dat kan, kunnen we wel doen. Dat is wel leuk. Oh, die saus is lekker, hè? Cool. Die Amsterdamse uiensaus is echt geweldig. Nou, dat is echt heel lekker. Dat is het beste wat ik ooit op heb qua saus. Ja. Ah. Oké, we gaan nog even een rondje lopen. Want ja. Niks gekocht. Lekker richting huis. We hebben trouwens een serie zitten kijken. Gisteren, een documentaire serie op HBO Max. Weet je dat nou? Love is One. Derde aflevering is zo bizar. Als je nog niet hebt gezien, check het. Het is echt... Oh, het regent. Kut. Ik kan de camera niet tegen. HBO Max. Daar wilde ik het over hebben. Deze documentaire serie. Echt de laatste aflevering. Ik wil er even bij zeggen dat je tegen moet kunnen dat je lijken ziet. Oprecht, want dat komt er dus echt in voor. Ja, je moet niet kijken als je tegen enge dingen kunt. Want Je krijgt wel echt vol alles in beeld. Ja, ik krijg echt alles in beeld, ja. En er was ook geen triggerwoord. Nee, er werd weinig getriggerwoord. Het was echt gelijk zo van, hupje op je lijk. Ja. Heel heftig. Heel heftig. Ja. Dit is dus echt een tip. We hebben een drukke dag gehad. Freek, die gaat lekker bij ons zitten. We gaan lekker tv kijken. En we zien jullie bij de volgende vlog.